Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakkify. Vandaag gaan we de OneStep 2 Polaroid camera reviewen of testen. Nou, testen hebben wij eens al gedaan, dus eigenlijk is dit gewoon een review ervan. We hebben deze camera gekocht ongeveer, wat is het, een jaartje geleden voor ongeveer 100 euro. Was hij volgens mij 110 euro, iets in die richting. Dus het is op zich best wel nog een prijzige camera als je vergelijkt met andere camera's. Ja, en dat en je kan... Nog een shock factor dat trouwens wat erbij komt met deze leuke cameraatjes is... Je moet deze dingen halen. En dan denk je van, oké, ja, tuurlijk, je moet ergens op afdrukken. Ja, tuurlijk moet dat. Ja, maar die dingen zijn ook knijtertje duur. Daar kopen we eigenlijk ook bijna nooit meer van deze dingen. Namelijk, één zo'n pakje geeft jou de mogelijkheid om 8 foto's te maken. En ja, hoeveel kosten deze dingen? 16 euro. 16 euro voor 8 foto's, oftewel elke keer als jij hier een foto mee maakt, dan voel jij gewoon 2 euro uit je portemonnee wegvallen. Wat dus best wel een dingetje is, want dat heb ik wel elke keer als we een foto maken. Van, nee, die overal foto's van maken, er zit 2 euro per foto. En ik van, dan word je helemaal gek. Dus dat betreft vind ik het wel echt best wel crap dat deze dingen zo duur moeten wezen. Dus, maar jij wou die een andere niet kopen, die andere camera. Ja, dat ding, dat ziet eruit als een, je hebt ook nog zo'n andere van die andere Polaroid camera's. En eentje ervan ziet eruit als een of andere baby cameraatje. Nou, dan hebben ze dan betalen wel dubbel de prijs dat het een beetje een normaal uitziend ding hebt. Weet je, dat ding kost 120 euro, maar het kan ook... Wat wij nu doen, als decoratiemateriaal gebruiken. Oké, dus je hebt een aantal functies tot je beschikking op deze camera. Waaronder de plus en de min aan de voorzijde. Wat dus betekent dat je dus je helderheid of heel hoog kan zetten of heel donker. Vervolgens heb je een self-timer. Dus als je een timer wil neerzetten dat je bijvoorbeeld een selfie wil maken of wat dan ook, dan kun je even dat aanzetten. En dan hoeveel tijd heeft het eigenlijk? Weet je dat? 10 seconden. Dus ik ga 10 seconden zeg maar het laten afspelen. Dan kun je even je neerzetten en dan... zoiets denk ik. Dat mensen. Kun je dan een foto maken? Ook handig. Op de achterkant heb jij een flash override. Wat dus het betekent dus dat je de flash uit kan zetten. Alleen Polaroid raadt wel altijd aan om gewoon de flash wel te gebruiken. Dus of dat nou raadzaam is, dat weet ik niet. Maar de optie is er. Mocht je waarschijnlijk zelf heel veel belichting hebben of wat dan ook, kun je dat uitzetten. Want dan heb je toch al genoeg licht. Voor de rest nog een on- en off knop natuurlijk. En een knop om de foto's te maken. En natuurlijk het schuifdingetje. Dat is voor... Dan moet je hem eerst aandoen. Is dat zo? Dat je de hele camera weer vernielt. Dat zou ik nooit doen. Oh my god. Maar heb je ook... Dus dat is de camera. Open doen. Niet naar de andere kant op schuiven. Wat ik dus wel deed. Maar dan gewoon naar links toe. En dan schuift hij open. En hier heb je de film in. Het is de film. En daar kun je dat ook in zetten. En we hebben eentje zojuist gekocht ook. Om nog eventjes uit te proberen weer. Om het erin te zetten. Want dat is onze tweede film. En met onze eerste foto's heb ik best wel problemen mee. Dat die strepen op de foto's gaat laten zien, wat wel een beetje een nadeeltje is, want ik wil gewoon prachtige mooie vintage foto's, alleen voor een of andere reden, onze Polaroid verkloot dat een beetje. Het licht, geen flauw idee, dus hopelijk als we de tweede erin zetten dat het wel goed is. Ja, en je hebt de foto's gaan maken, hè? Mm-hmm. Ga ik foto maken van mijn lieftallige camera, vrouw? Oeh, the woman behind the camera, I'm gonna make a photo. Dus welke helderheid optie gaan we doen? Midden? Of? Ja, dat wordt wel aangeraden. Ook wel aangeraden om het midden gebruikt wordt. Dus dan gaan we hem even in het midden zetten. Prima. Dan zetten we hem aan. En hierbovenin, dat heb ik nog niet gezien, heb je zo'n indicator. Om het aan te geven hoeveel foto's erin zitten. Je kan niet de foto's eruit halen om te kijken hoeveel erin zit. Want eenmaal in een dichte, donkere plek moet het daar ook de hele tijd blijven. Dus als je het eruit haalt gaan ze natuurlijk exposed worden tegen de zon. En dat weet je natuurlijk niet. Ik zat nog in, dus dat er nog één foto in zit. Dus we kunnen nog één leuke foto maken. En dat kan ik doen van mijn lieftallige cameravrouw. Wat ik dus nu zal doen. Nu moet je dat flapje eraf halen en dan moet je hem gelijk een kwartier in het donker bewaren. Kun je hem ook gewoon omgedraaid zo leggen? Nee, maar blijf even in je broekzak of zo. Ik zet hem anders wat in het luikje. Zometeen, je moet er wel gelijk dus. Oké. Okay. Dus je hebt te run. Ja? Ja? Ah! Ah! Voilà! En dat gaatje, dus. Je moet de radio even op dat gaatje doen. Oh, radio, sorry, ik zit een kabel erin. Ja. Zo,
Okay. Die zit dus in een donkere plek. En dat moeten ze even 15 minuten even ontwikkelen. Want dat is met deze Polaroid camera's 15 minuten in het donker ontwikkelen. En dan heb jij je eigen prachtige foto op jouw... Nee, niet op jou, maar gewoon een mooie foto. Je hebt gewoon een mooie foto, dat is het. Alleen wij met streepjes. Wij wel met streepjes. Ik zag net weer dat er streepjes opkwamen. Ja, ik weet niet, komt dat door dat zwarte ding nou of heb je iets verkeerd gedaan? Nou, ik weet niet. Voor mij is het echt misschien het film. Misschien hebben we ook wel een verkrekte film gekregen, dat weet ik niet. Dus dat moeten we zo even uittesten met het nieuwe. Dan maak ik nog een foto. En dan ga jij hem erin zetten. En jij gaat de foto maken met mij achter de camera. Hoe vind je die? Ik vind het prachtig. Dus zoals Sandra al eerder zei, je doet hem open. Oeh. Hier ligt ons nog ons oude erin. The mouth of the beast. Haal ik even eruit. De oude haal je erin eruit. Hoef je ook dingen, je hoeft niet ergens dingen te klikken of wat dan ook eens gaan slepen. Ja. Yep. Gewoon nice. Erin. En al deze dingen komen al verpakt in zo'n hoesing. Dat is een hoesje, zo'n aluminium bewaardoosje. Dat is waarschijnlijk waar de prijs vandaan komt. Want je betaalt eigenlijk voor deze dingen. Dus ja. De eerste inderdaad, de eerste foto dingetje dat je erin hebt. Moet je niet eraf halen, want het is voor het donker. Ja, die is voor om hem eerst in te doen. Dus die moet je niet inderdaad eraf halen. Je hoort al een klik. I'm too scared for it. Het is prima joh, het zit er al in. Het zit erin toch? Nee. Oh. Oké. Hoe heb je deze eruit gehaald? Kijk hierna, dit is je voorbeeld. Oh, ik moet wel een flipje open. Ja? Woehoe! Yeah! That's how we do it! En nu maakt hij een gek geluidje, maakt hij die eerste foto, dat ene zwarte ding haalt hij dan eruit. That's normal. Yes! Shoot, wait, and appreciate. Oké, Mel. Dat is gedaan. Zie, alle lampjes hier branden. Dus, dat ding is helemaal vol. Jij gaat een foto van mij maken? Mm-hmm. Welke mooie ga je doen? De donker, middel of... Ik ga gewoon de middel. Middel, ja? Yeah. Just to be safe. Ja. Very good. Stil in donker. Oké, we pakken de andere foto. The moment of the root. Hij is nog niet helemaal ontwikkeld. Oh, echt? The 15 minutes is a lie. Het is leugens. Het is allemaal het kwaad van 5G. Nee, oud. Oud, of nou ja, zo net gemaakt. En nieuw, met een nieuwe pack of fotootjes. Kijk hoe eindig is. Ja? Eng. Zo is hij eng, die is niet eng. Nou ja, jouw gezicht erop. Oké, dus, conclusie. Wij dachten eerst, onze Polaroid camera is... Klopt gewoon niks mee, het ding is gewoon kapot waarschijnlijk. We zijn te laai om terug te sturen, whatever. Want de eerste foto's, dan zie je hier een beetje een kras, een beetje van die vegen op. En we dachten van, dat klopt niet, dit hoort niet zo. Vervolgens na het schoonmaken hadden we nog steeds van die strepen erop. Lichtstrepen, op zich niet zo heel duidelijk als op deze. Maar wel van vervaagd. Maar wel strepen naast elkaar inderdaad, en dat is toch niet zo heel mooi. En vervolgens ons nieuwe rolletje. Die we besteld hebben, toont geen strepen aan. De kwaliteit is gewoon goed. Mm-hmm. En... Misschien komt het door de koelkast. Misschien wel, want ze raden je aan om een film, zeg maar, voordat je erin doet, gewoon gekoeld te bewaren en altijd binnen 12 maanden al te gebruiken. Nou, hebben wij deze al binnen 12 maanden gebruikt? Nou, deze misschien niet. Nee, deze foto's. Maar de nieuwe dus wel natuurlijk, want die hebben we net vandaag ontvangen. En er zat de zijkant op de verpakking, daar heb ik nu niet bij, is gescheurd, oeps. Er zat er wel een datum op wanneer ze gemaakt zijn. En binnen 12 maanden na de gemaakte datum, of productiedatum, dan moet je ze gebruiken. Dus dan weet je dat. Voor de rest, ja, nu de foto's echt goed lukken, vind ik het ook wel een stuk leuker worden. Eerst zat ik met die foto's, ja, dit is gewoon shit. Hij deze ontwikkelt niet goed. We hadden toen een keer toen op vakantie waren, toen had jij een coole foto met jou en de kippies. Dat was zo shit. Het was echt zo'n geit. Dat was hartstikke fantastisch. Ja. We waren bij een plekje waar een geiten en dan ging ik bij een geit zitten. Opeens ging een geit om. Ging helemaal wat? Gek naar me kijken. Hoe deed hij? Zoiets. Ging heel gek naar me kijken. Ik dacht van, oh, en Mel, die schotte foto. Ik dacht van, dit wordt hem. Dit is de. De Picobello. Maar hij was helemaal wit!
gerekend. Ik vond het echt jammer. Dat was een hele mooie foto. Ik vond het echt prachtig. Maar ja, helaas hebben we niet. Nee. Het zijn onze herinneringen hier tot het vervaagd wordt. Nee, maar al nou, zou ik daar One Step 2 aanraden? Als je goede foto's maakt, wel. Als je goede foto's maakt, vind ik het echt een hartstikke leuke toevoeging voor je vakantiefoto's of wat dan ook. Natuurlijk zijn ze best prijzig, 2 euro per foto, wat ik nog steeds eigenlijk best wel een dingetje vind. Want je gaat natuurlijk niet overal in de wereld gewoon heel te continu met klikken schieten. Want dan ben je zo door je geld heen. Maar wij hebben dan als idee bijvoorbeeld dat we elke keer eens een keertje naar een plek zijn geweest. Een vakantie, nemen wij even 1 foto van die vakantie of 2 foto's van die vakantie. En dan begint onze avonturen fotoboek zeg maar daarmee met zo'n foto erin. En dat heeft wel weer wat en... Gewoon de oude stijl. Het is gewoon best wel kicken. Het is gewoon hartstikke gaaf. Ik weet niet, dat heeft wel wat. Je moet zelf maar weten, denk jij dat je dit waard vindt? Er zijn natuurlijk ook goedkopere versies dan de One Step 2. Alleen de One Step 2 ziet natuurlijk gewoon een stuk cooler uit. Waarschijnlijk doen ze ongeveer hetzelfde. Alleen de One Step 2 heeft wel grotere foto's. Dus als je dat leuk vindt, dan is dat natuurlijk hier hartstikke mooi. Ik kan een zwart-wit. En je kan ook zwart-wit foto's inderdaad halen voor de camera. Dus je zegt, ik wil geen kleur, dan kun je ook zwart-wit kiezen. Kost allemaal nog steeds hetzelfde. Of misschien iets minder, ik weet dat precies niet, ik heb het niet opgezocht. Maar dan moet je even kijken. Als je wil weten waar je deze foto's en de One Step 2, waar is dat hier? Als je wil weten waar je deze kan vinden, dan staat een linkje in de beschrijving. Bij elke aankoop dat je doet met via mijn linkje, dan krijg je een kleine commissie, dus dank je wel daarvoor. En als je nog vragen hebt over dit ding, ik heb ze natuurlijk gewoon in huis, ik gebruik deze apparaten, dus... Schroom niet om een vraagje te stellen. En ik ben hartstikke blij om jullie gewoon jullie vragen te beantwoorden. Dus vooral stellen. Abonneer natuurlijk voor meer, want er komen nog hartstikke nieuwe gave video's aan. Met een drone en van alles en wat. Dat komt echt geweldig. Dus alsjeblieft abonneer en like de video natuurlijk als je het leuk vond. En ik zie jullie weer in de volgende video. Ciao.